Ik ben onderwijskunde gaan studeren omdat ik na de PABO erachter ben gekomen dat ik het interessanter vind om te weten hoe kinderen leren. Omdat sommige leerkrachten wel hun kennis goed kunnen overbrengen en andere leerkrachten er minder in zijn. En dat sommige kinderen juist meer leren van andere kinderen. Dat zijn vraagstukken die ik heel interessant vind en daarom heb ik voor onderwijskunde gekozen. Ik ben onderwijskunde gaan doen omdat ik geïnteresseerd ben in de rol die onderwijs speelt in de samenleving. Het biedt de mogelijkheid om jongeren kennis en vaardigheden mee te geven die we belangrijk vinden. En ik vind het heel interessant wat we ze nou meegeven en waarom. Ik heb voor de UvA gekozen omdat onderwijskunde aan de UvA zich vooral bezighoudt met beleidsprocessen en met het vormgeven van processen in onderwijs. In de colleges komt bijvoorbeeld terug vraagstukken als de voorschoolse opvang. Daar hebben ze te maken met taalachterstanden en hoe kun je die oplossen. En dat vind ik heel erg interessant. Onderwijskunde is een interessante studie omdat het zo'n brede studie is. Met pedagogische, psychologische, sociologische aspecten. Het is ook een hele sociale, maatschappelijk georiënteerde studie. Je bent eigenlijk altijd met actuele onderwerpen bezig. Begrippen die je vandaag in het college behandeld krijgt, die zie je morgen al terug in de krant. Onderzoek van onderwijssociologen heeft laten zien dat allochtone kinderen, dat die in het Nederlandse onderwijssysteem slechter af zijn dan in de onderwijssystemen in de landen om ons heen. De vakken die we het eerste jaar krijgen zijn inleiding pedagogiek en onderwijskunde. En dat is omdat we samen zitten met de pedagogische wetenschappen. In het tweede jaar gaan we echt bezig zijn met onderwijskunde, met vakken zoals instructietheorieën en cognitieve ontwikkeling van het kind. Het lijkt me wel wat om een beleidsfunctie te vervullen, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau of bij het ministerie van Onderwijs. Werken bij de onderwijsinspectie lijkt me ook heel interessant, of eventueel het ontwikkelen van lesmethoden. Studenten onderwijskunde vinden vrij gemakkelijk een baan en op een heel divers terrein. Bijvoorbeeld bij uitgevers waar ze lesmethoden ontwikkelen, educatieve programma's maken voor de tv. Ze worden adviseur, dan begeleiden ze scholen en leerkrachten. Het fijne van deze opleiding is dat die klein is. Dat betekent een klein aantal studenten dat onderwijskunde studeert. Daarmee is er meer contact met docenten en is er een lage drempel om vragen te stellen. Het multidisciplinaire aspect van de opleiding vind ik heel leuk. De vakken zijn heel verschillend en vullen elkaar daardoor mooi aan. De docenten zijn heel enthousiast en geven echt een eigen invulling aan hun vak. Bij het ene vak heb je altijd hoorcollege, bij het andere vak heb je bijvoorbeeld intensieve werkgroep. En die afwisseling maakt het heel erg leuk. Met deze opleiding word je de denktank van het onderwijs. En dat maakt onderwijskunde zo geweldig.